We staan hier bij Marco Kroon op de kazerne van de commando's in Roosendaal. Marco Kroon ontving deze week de Willemsorde. Of althans, hij is voorgedragen voor de Willemsorde. Hij ontvangt hem op 29 mei. Marco, kun jij vertellen, wat dacht je toen je hoorde dat je hem zou gaan ontvangen? Ik dacht eigenlijk dat het een geintje was. Want zoiets kan eigenlijk niet, dat is onmogelijk. Maar ja, toen ik uiteindelijk besefte dat het echt waar was, dan ja, ik had er geen woorden voor. Zoiets uniek. En nogmaals, ik had er geen woorden voor. Nog steeds eigenlijk niet, moet ik zeggen. Het is onwerkelijk. Waar was je toen je het hoorde? Ja, ik was thuis. Toen kreeg ik een belletje. Ja. En wat bedoel je, het is onwerkelijk. Wat was het eerste wat je dacht, wat je voelde? Ja, ik dacht wat ik voelde. Ja. Eerste wat me te binnen schoot en die andere dan. En ja. De andere jongens van mijn peloton. Ik kreeg een beetje een gevoel van... ja, een beetje een raar gevoel. Ja. Schuldgevoel wil ik het niet zeggen. Maar ik vond wel van... ik heb hem toebedeeld gekregen. Maar iedereen had hem eigenlijk moeten krijgen die met mij daar is geweest. Die dezelfde dingen heeft gedaan. Want je krijgt hem voor waarschijnlijk vanwege je werk in Afghanistan. Vanwege missies die je daar hebt gedaan. Of althans, dat heeft er wellicht mee te maken. Het is niet helemaal duidelijk nog, of officieel niet bekend waar je hem voor krijgt. Maar kun je iets over dat werk verkennen? Of vertellen wat je daar doet? Ja, ik weet zelf nog niet exact waar ik hem voor heb gehad. Ik weet dat in ieder geval 29 mei worden de exacte details bekend. En eigenlijk, ja, ik kan wel gissen, ik weet het niet. Voor mij is het ook nog onduidelijk. Ik heb links en rechts wat gelezen in de bladen en op internet. Ja, dat is het enige wat ik ook weet. Dus ik kan er heel weinig over vertellen. In ieder geval 29 mei zal het voor iedereen en ook voor mij in ieder geval een stuk duidelijker worden. Kun je wel kort iets vertellen over het werk wat je hebt gedaan in Afghanistan? Ja, dat kan iedereen teruglezen, denk ik, in de bladen. Dus, ja, een stukje verkenning en daarbij tijdens de verkenning hebben wij veelvuldig vijandcontact gehad met de Taliban. En daar je mannen ook doorheen gesleept? Wij hebben met z'n allen hebben daar een klus geklaard. En daarom zeg je had eigenlijk iedereen hem kunnen ontvangen? Inderdaad. Dankjewel.